Dit is een voorbeeldopgave met het momentenevenwicht. In deze opgave is een tang en deze tang die gaat een draad doorknippen en hiervoor is een kracht nodig van 1200 newton. De maten van de tang zijn zoals hierboven weergegeven en de vraag is hoeveel kracht moet je op de tang zetten om de draad door te knippen. Dit kun je uitrekenen met het momentenevenwicht. Het momentenevenwicht is het moment 1 is gelijk aan moment 2. Een moment is een draaikracht en de draaikrachten vinden plaats in het draaipunt van de tang. En het moment 1 zijn de kracht aan de ene kant en de afstand van die kracht tot het draaipunt. En moment 2 is de andere kracht. Dus in dit geval, moment 1 is de 1200 newton ten opzichte van dit draaipunt. En moment 2 is de kracht die we willen weten ten opzichte van het draaipunt. De formule voor momenten in het algemeen is dat het moment is de kracht keer de arm. En in de BINAS wordt dit aangegeven met de letter L voor de lengte. En meestal wordt hiervoor de letter R gebruikt voor de afstand tot het draaipunt. Hiermee kun je stellen dat het momentenevenwicht ook zo eruit kan zien. Kracht 1 keer arm 1 is kracht 2 keer arm 2. Dus M1 is eigenlijk F1 keer R1 en M2 is F2 keer R2. Nu moeten we nog even benoemen wat 1 en 2 is. Laat ik de bekende kant kant 1 noemen en de onbekende kant kant 2. Van deze kant, kant 1, weten we dat F1 is 1200 newton en arm 1 is 2 centimeter. En arm 2 is 8 centimeter. We gaan invullen wat we weten. F1 1200 keer arm 1. En eigenlijk is het de bedoeling dat je de arm altijd in meters uitrekent. Maar omdat beide armen in centimeter staan, kunnen we het in centimeters doen. 2 centimeter is hetzelfde als kracht 2, maar die weten we dus nog even niet. En arm 2 weten we wel, namelijk 8 centimeter. Oké. We hebben nu 4 variabelen, waarvan we er 3 weten, 1200, 2 en 8. En eentje, F2, moeten we berekenen. 1200 keer 2 kunnen we vast doen. Dat is 2400. En dat is hetzelfde als wat er aan de andere kant staat. F2 keer. De laatste stap die we moeten doen is alles delen door 8, zodat de F2 vrij komt te staan. Dus dan wordt het 2400. Delen door 8. En dat is F2. 2400 gedeeld door 8 is 300. Dus met andere woorden, F2 is 300 newton. We kunnen dat hier gaan invullen, 300 newton. Klopt dat wel eigenlijk? Laten we even kijken. We hebben hier een korte afstand, 2 centimeter, met een grote kracht, 1200 newton. En hier hebben we een lange afstand met een kleine kracht, 300 newton. Dus wat dat betreft klopt het. De slimme onder jullie hadden misschien al gezien dat 2 en 8 wel twee hele makkelijke getallen zijn ten opzichte van elkaar. 8 is namelijk 4 keer zoveel als 2. Met andere woorden, de kracht 1200 is 4 keer zo groot als die van 300. Dit werkt natuurlijk alleen als het mooie afstanden zijn zoals 8 en 2. Maar als we hier nou 11 centimeter hadden genomen,
dan had je niet zomaar kunnen zeggen, het is zoveel keer zo lang. Dus het is altijd handig om deze berekening toe te passen.